Dag jongens en welkom bij mijn tweede aflevering in mijn serie van Club Brugge, de weg naar een titel. Helaas heeft mijn PlayStation de vorige 5 minuten niet gerecord, niet dat er heel veel gebeurd is. We hebben enkel onze vriendschappelijke wedstrijd tegen Lazio Roma, tegen alle verwachtingen in, met 1-1 gelijk gespeeld. We hebben geen uitgaande transfers, dus we hebben niemand verkocht. Ook hebben we geen inkomende transfers gedaan, we hebben niemand aangekocht. Ik heb wel nog wat spelers gescout. Die zullen straks aangekocht zien worden. Belangrijk, we hebben gesimuleerd tot aan de eerste wedstrijd van het seizoen. Namelijk op Mouscron Péruwelz, de net gepromoveerde, zo goed als Franse club. Wat hen trouwens ook verweten wordt. Ze worden verweten dat ze eigenlijk gewoon het reserveteam van Lille zijn. Dat dient om de jonge spelers van Lille toch aan spelen toe te laten komen. En dit dan op het hoogste niveau, namelijk de Belgische eerste klasse. Aangezien je in België 6 Belgen moet hebben om je te mogen inschrijven voor onze eerste klasse, heeft Royal Mouscron ook 5 Belgen geleend van Club Brugge. Voor hen is het dus een speciale wedstrijd, maar ze staan niet op het wedstrijdblad. Hier zie je hun opstelling, een 4-5-1 met de verdedigende punt naar achterliggend. Een typische verdedigende opstelling tegen een ploeg die snelheid heeft van voor. Onze opstelling. Een 4-3-3 met Vázquez van voor in de punt op het middenveld. Izquierdo en Rafaelov breed. Ik heb de instructies opgegeven dat ze naar binnen moeten snijden. Ik hoop dat we achter de linies kunnen geraken van Mouscron Péruwelz. Achter dat middenveld van 5 verdedigers. En ik denk dat dan de klus geklaard zal zijn. Maar het zal zeker geen gemakkelijke wedstrijd worden. Ik ga proberen veel breed te spelen. En dan aangezien eenmaal dat we diep op hun helft zitten, naar binnen te snijden om zo af te werken. Maar je ziet het hier, we hebben al direct een balverlies met een goede geslaagde tackle. Ze gaan al direct in de aanval. Eerst wat passen op het middenveld. Maar ze komen toch al vrij snel dicht in de buurt van mijn 16, van mijn doelgebied. Dat bevalt me helemaal niet. Hier is dat eerste goede pas, maar ze willen een diepsteekbal, maar het is een miscommunicatie. Ze speelt de bal kwijt. Hier misschien een kans voor mij om te counteren met Vázquez die voorbij zijn man gaat. Vázquez die diep gaat, die geeft de pas naar Izquierdo. Izquierdo gaat alleen op het diepe. Izquierdo verliest de bal en komt toe, trapt de bal weg. Helaas, helaas geen kans voor ons. Hier komt Van den Driessche. Van den Driessche geeft de pas naar Tristan Dinhom. Van den Driessche heeft de bal terug, geeft hem een Diaby. En Diaby schiet. Oeh! Wow, dat was er niet ver naast. Na 15 minuten spelen. Ja, we moeten toch wel continu opletten. Voor de counters van Mouscron Péruwelz. Als ik eventjes niet oplet, heb ik het gevoel dat ik direct de bal kwijt ben. Hier komt de bok. De bok geeft diep op Izquierdo. Izquierdo gaat langs. Oh, weer een goede tackle. Ik raak hier. Ik raak er niet langs, hè. Dit is die continu te tackelen. Ik raak niet in een 16 meter gebied. Dit is gewoon een dubbele linie. Vormer geeft de bal aan Simons. Simons aan Meunier. Meunier, misschien ligt de bal in het centrum de ruimte. Nee, toch niet. Rafaelov. Rafaelov gaat weer al langs zijn man. Die presteert wel op hoog niveau. En een slechte voorzet. Bal wordt weggewerkt. Kunnen we iets uit deze ingooi halen? Kom maar, jongen. Izquierdo. Loop maar, jongen. Hup, hup, hup. Hup, hup. Kom maar. Ja, pasje breed. Pas naar achter. Kom, snij naar boven. Snij naar boven. Ja, naar boven. En haal uit. Schieten, schieten. Ah, weer afgeblokt. Ja, zoals je ziet, ze staan hier met 8 man mee op te wachten. Ik raak er gewoon niet voorbij. Ik heb nog altijd geen enkel schot op doel. 2 schoten die al geblokkeerd zijn. Maar. En voor de rest word ik altijd getackled. Hier misschien mijn eerste. Oh, weer geblokkeerd. Ik raak er niet langs. En ze gaan weer in de counter. Oh, wat is dat hier allemaal? Wat is dat? Mijn speler die gaat erbij neerleggen. Die heeft het opgegeven. Die ziet het niet meer zitten tegen deze overmacht van verdedigers. Badri, Dingome. Oh, en weer Izquierdo. Die wel veel beter is precies in de verdediging dan in de aanval. Ja, en we veroveren de bal. Misschien hebben we nu eindelijk een snelle uitbraak. Ze staan nog niet in positie. Ze zijn nog slechts met 6 verdedigers terug. Kom maar, Rafaelov, we moeten snelheid pakken. Snelheid pakken, ga langs man. Ga langs man. Ja, zeer goed. Pieter-Jan Montaigne is lang niet snel genoeg. Ja, de bal terug. Nee, geen goede pas. Ah, we zijn de bal kwijt. Ah, dat is onze enige kans. 45e minuut, we hebben nog altijd geen kans gehad om te scoren. Dit was de grootste kans van de wedstrijd. Maar Simons, of ik weet niet wie dat er stond, die kon de bal er net niet in trappen. Wat een pech. Ah, oei, nu moeten wij opletten dat zij. Nee, ze zijn niet meer genoeg man terug. Het enige wat eigenlijk Mouscron doet, is gewoon volle bak verdedigen. En dan met 3 man naar voren gaan. Een stomme voorzet afleveren die mijn keeper altijd wegbokst. Zodat ik terug helemaal moet beginnen opbouwen vanuit het niets. KGN staat voor op Waasland-Beveren. Dat is eigenlijk de enige score die ik heb kunnen zien. Misschien moeten we even een vervanging doorvoeren. Nee, mijn verdedigers niet. Mijn Simons mag er toch wel af.
Wel voor Fernando, nee. Ik zou eerder voor Silva. Voilà, Silva komt erop. Die is. En de tweede helft wordt afgetrapt. Van Andriessche legt achteruit tot Pinacchio. Misschien als we nu direct de bal kunnen afpakken, dan kunnen we naar voren stormen. En misschien dat die broodnodige goal scoren. Nee, het ziet er niet naar uit dat we de bal afpakken. Ze zijn de bal weer rustig aan het rondspelen, zoals ze eigenlijk al de hele match aan het doen zijn. Ah, we hebben hem. Silva gaat, daar gaat Silva. Oh, Castillo met heel veel ruimte voor zich. Hij gaat alleen op de goal af. Het is een afwerker, misschien scoort hij. Nee, de keeper pakt hem. Ah, we zijn de bal weer kwijt. Niet kunnen scoren. Wat een save. Wat een save. Al was het schot van Castillo toch wel veel te centraal en veel te zacht geplaatst. Als je hem zo centraal wilt plaatsen, dan moet je heel hard trappen. Zodat hij hoog in het doel komt. Maar misschien hier Rafaelov. Rafaelov trapt. Oeh, gekraakt shot. Ah, Castillo alweer. Oh, Cross pakt elke bal vandaag. Hij is onverslaanbaar. We geraken er niet door. En elke keer, die enkele keren dat we door de verdediging geraken, dan staat die keeper daar toch wel zeker om onze bal te pakken. Al waren het nu niet zo'n super saves, de schoten waren van Castillo waren veel te centraal geplaatst. Misschien dat ik de volgende keer wel kies voor de Sutter of Sobota om in de spits te zetten. Want ik vind Castillo te traag en hij werkt blijkbaar ook niet goed af. Maar oei oei, Pinacchio, wat is hier aan het doen? Ze zijn nu al tijd aan het rekken. Dat begint al goed. We zijn nog maar de 60ste minuut. Ze zijn duidelijk content met het puntje. Heel de wedstrijd al bijna gewoon rustig rond aan het passen. Maar nu zijn ze zelfs gewoon toertjes aan het dribbelen om de tijd te vooruit te gaan, te laten gaan. Oh, hier Vasquez. Vasquez. Met 1 tegen 1. Oh nee, ik raak ze maar niet voorbij. Dat is wel het nadeel aan Vasquez. Is helemaal niet zo sterk genoeg. Vanaf dat hij een licht contact heeft met een verdediger, gaat hij neer. Is hij de bal kwijt? Ja, dan moeten we daar aan mij bij pakken. Het is toch wel de draaischijf van onze ploeg. Maar daar heb ik nog niet zoveel van gemerkt. Buiten de twee goede steekballen deze wedstrijd. Voor de rest heeft hij toch ook zijn paspercentage niet zo bijster hoog. Maar zoals je ziet. Ik ben er ook wel volle bak aan het verdedigen. Zij zitten ook maar gewoon rond, pasjes rond mijn strafschopgebied te geven. Ze geraken er ook niet door, gelukkig maar. Want een verlies op een debuut, dat zou ik niet willen meemaken. Hier komt Vasquez misschien nog eens. Hij zit wel op het einde van zijn Latijn. Hij is heel erg moe. Zoals je ziet, hij is helemaal in het rood. Nog even afkappen, afleggen naar Castillo. Castillo met het balverlies. Ja, ja, dames en heren, u heeft dit goed gezien. Castillo weer met zijn zoveelste misser. Hehe. Matthew Ryan is een teammaats beu die maar niet kunnen scoren en besluit zelf te gaan scoren. Hij dribbelt tot aan het middenveld, maar besluit dan toch misschien terug te keren op zijn stappen, letterlijk en figuurlijk. Maar wel mooie passen. Rafaelov kan uit halen, maar zijn schot wordt gekraakt en we krijgen een corner. Dat is toch al iets? De eerste... Wat? Geen corner? Heb ik dat nu verkeerd gezien of is die scheidsrechter blind? Volgens mij is de scheidsrechter blind, want ik zie nooit iets verkeerd. Nee, mopje, ik zal wel iets verkeerd hebben gezien. Vormer komt in de centraal aan van het middenveld. Vasquez was echt kapot, hij was zeer moe. De Sutter verliest de bal. Ja, Berg is ermee weg. Het is de 89ste minuut en 40 seconden. Als we de bal nu nog kunnen afpakken, zouden we misschien nog kunnen scoren. Maar we hebben het 90 minuten lang niet kunnen doen. Dan denk ik ook niet dat we nog op de laatste 20 seconden kunnen scoren. En voilà, de match is gedaan. 0-0, net zoals het begonnen was. En dat komt niet doordat zij heel goed verdedigden, wat wel zo was. Maar het komt ook wel omdat Castillo twee reuzekansen heeft gemist. Well, we zullen eens eventjes kijken naar hier het wedstrijdoverzicht. Zoals je hebt gezien, we hadden 4 schoten op doel en 44% balbezit. Dat komt omdat zij gewoon heel de bal zaten rond te passen. Schoten op doel, afgeronde passen. Zoals je ziet, Rafaelov 5 op 7, dribbels voltooid. Ischerio 4 op 6. Ja, toch wel niet al te veel goede stats in ons aanvalspel. Ja, ik had toch meer verwacht van mijn ploeg op de eerste wedstrijd. Maar goed, het is de eerste wedstrijd. We moeten nog een beetje inspelen op elkaar. Helaas wil Anderlecht niet, wil Tielemans niet aan ons verkopen. Ik had 3 miljoen euro geboden, gewoon om te weten hoeveel ze eigenlijk voor hem zouden vragen. Ik bied nu 6 miljoen euro. Waarschijnlijk zullen ze dit ook niet accepteren, maar misschien dat ze dan toch al zeggen van nee, dit komt niet, wij accepteren dat niet, want wij vragen 12 miljoen voor hem. Alexander Scholz, ik denk niet dat ik hem ga kopen, maar ik ben toch aan het bieden. Als ik nu echt geen alternatief vind voor hem, dan koop ik hem wel. Ja, een nieuw scoutingsverslag van Zwitserland hier. Trail, Donald en Bolo zou ik toch wel graag mijn squad
toevoegen, 17 jaar en al zeer goede physical stats. Hier, Brian Rabello, amai, fantastisch snel. Chikawi, ook een zeer snelle speler, zelf 27 jaar al, misschien iets te oud voor ons. Ja, Marcelo Diaz, 27 jaar, ook niet aan ons squad toevoegen. Al de spelers van 27 jaar of ouder, die verwijder ik eventjes. Anders is het niet meer overzichtelijk om te kijken welke speler ik eigenlijk nog echt wel kan kopen. Ik gebruik dit eigenlijk als verlanglijstje, want de verlanglijst gebruik ik niet, want ik vind het eigenlijk heel ambetant. Aangezien dat elke speler die ik eens, ooit eens scout, komt direct op mijn verlanglijst. En als ik ze dan verwijder van mijn scoutlijst, staat ze nog steeds op mijn verlanglijst. Dus daarom heb ik gewoon mijn scoutlijst gebruikt als verlanglijstje. Andreas Samaris, net gekocht voor 3,6 miljoen. Ja, ik denk toch wel dat het een speler is die daar Club Brugge waardig zou zijn. Een speler die 3,6 miljoen euro waard is, die zal nu wel 6 miljoen euro kosten. Dat betekent toch wel sowieso dat hij wat talent heeft. Het potentieel van Adrian Santos zullen we zien in de volgende episode. Net zoals het potentieel van hier Janio Bikel, waar ik naar geïnteresseerd ben. Ook belangrijker jongens, de volgende aflevering. Twee grote matchen, waaronder op Anderlecht. Ja, ja. En jongens, bedankt voor het kijken. Like deze video alsjeblieft en abonneren. Merci. Ciao.